heeft thuis bij jullie de broek aan? Ik. Oké, dat is niet eens. Oké, dat is niet eens. Oké, ik ben Sam. Hoe maak je hem jaloers? Hoe maak je een Iranees jaloers? Door te zeggen dat andere jongens mijn foto's lijken. Door te zeggen dat andere jongens jullie foto lijken. Dat is al genoeg voor jullie. Dat is al genoeg. Okay. Ik ga nooit jouw foto's lijken. Nooit. Oké, daar komt hij. Wat is jouw bijnaam voor zijn kleine vriend? Tenminste, klein. Ik weet niet, maar... Mango. En hoe zou hij het zelf omschrijven? Ik denk misschien ook als een mango. Maar het lijkt op een mango. Oké. Ik heb een dikke mango voor je. Mango. Hey, douche. Heb je trek in een mango? Wat is het eerste wat hij doet na... Ik heb dit nog nooit aan een Iranese gevraagd, maar ik ga het toch doen. Wat is het eerste wat hij doet na vrijpartij? Roken. Ja. Meteen? Ja, gewoon meteen. Oké, kom. Wat, vind je dat prettig? Dat draait... Ja, dan kan ik schoonmaken. Maar wat voor vlekken maakte die mango dan? Oké. Laatste. Stel je voor, hij zou mogen kiezen voor nog een extra huwelijk erbij. Wie van jou zou die kiezen? Van jouw gecirkelde mensen om jou heen? Misschien mijn zus. Maar waarom je zus? Ja, hij zegt, ze heeft mooi lichaam, maar verder vindt u niemand mooi. Alleen je zus. Hoe heet je zus? Mernush. Yes, bro. Oké, dan. Broer, echt waar. Jullie hebben mij al gelukkig gemaakt. Oké, daar komt ie. Eerste vraag. Wie heeft thuis bij jullie de broek aan? Ik. Echt waar? Dat denk jij. Waarschijnlijk de broek aan als in fysiek, maar wie is bij jullie de baas thuis? Oh, zij. Ja. Voor mannen moet je dat heel goed uitleggen. Oké, dan. Hoe word jij jaloers? Jij wordt af en toe jaloers, maar hoe word jij jaloers? Namen opnoemen. Precies. Welke naam? Er is een één naam. Welke naam? Naam van jongens. Ja. Zij moet... Geen naam noemen, er is... Ik ben gewoon bang. Normaal gesproken duw ik door, maar nu denk ik Dino... Hou op! Ik ga deze skippen. Wat zij bedoelde was... Als jongens haar op Facebook foto's liken. Oh ja, dan wel, ja. Oké. Wat is jouw bijnaam voor jouw grote vriend? Of kleine, of middel? Jouw vriend daar beneden, welke naam heeft zij gegeven? Welke naam? Henk. Henk? Hey, kom hier, praat met Henk, kom hier. Wauw, oké. Henk? Hoezo Henk? Hij denkt, als ik toch iets Nederlands kan hebben, dan mijn lul. Dus... Mag ik het zeggen? Ja, je mag het zeggen. Sperma tank. Jezus, we hebben je nodig! Henk, sperma tank? Ik dacht wat zij zei oké was, maar...
Oké, jullie Iraniërs mensen zijn hoppiraar. Nee, zij zei mango. Ja, mango. Dit hangt er vanaf wanneer je het vraagt. Mango ook. Ik ben jullie de beste koppel. Wat is het eerste wat jij doet na een vrijpartij? Roken. Roken, heel goed, heel goed. Oké, dan de laatste, de laatste. Jij mag nu een extra vrouw kiezen. Welke vrouw kies jij? Stel je voor, zij zegt je mag. Wie zou jij kiezen? Ik begin met L. Ik begin met een L. Ja, heel goed. Maak het maar af. Lisa. Lisa! Ken jij Lisa? Je is wel vriendin van mij, ja. Lisa, ren. Ren. Laat je spullen achter, ren. En als je zometeen nog thuis bent, joh, is het al te laat, oké? Nee, zij zei haar zus. Haar zus?